daarbij is het lekker rustig. Ik ben nog steeds foto's aan het nemen. Ik ga gewoon iets doorlopen. Ga kijken of we hier foto's kunnen maken. Dat wordt helemaal geweldig. Delta. Hij heeft het niet gezien. Ze zijn naar mij op zoek. Ik vind dat ze het heel erg goed doen, als ik heel eerlijk ben. Want ze pakken professioneel aan. Ze duiken niet gelijk op hun doel af. Echt top. Kijk, er komt daar links komt er nog een auto langs rijden. Nee, dat... ik word hier wel vrolijk van. Ja. Van deze gasten. Dus, wij zien wat hij eraan aan doen is. Ik ga trouwens even, ik loop net met mijn toetsenbord, dus jullie tik tik tik. Ik ga hem even met mijn controle lopen, dan kan ik ze ook beter filmen. Ik heb geen foto te stellen in zijn handen. Nee, niet zoveel ik kan zien. Nee. Hij blijft stilstaan, kijk naar het gebouw. Precies, kijk, ze zien het. Naar het gebouw. Hij is een beetje aan het rondwalen, lijkt het. Ja, inderdaad. Beetje kijken zo naar de dingen. Kijk, maak een fotootje. Klik. Klik, klik. Geen idee. Komt er daar eentje van achter? Ja, daar staat er eentje boven. Zie je dat? Dat had ik niet eens doen. Misschien dat ze me zo gaan aanspreken. Ik denk het wel. This ain't happening. Het zou natuurlijk helemaal boffen zijn als... Wat wilt u gaan doen, Oef? Wat moet u gaan doen? Nou, ze gaan me zo aanspreken, denk ik. Ja, man, in verdachte situatie, foto's van de Tweede Kamer. En zie voor de rest niks meer verdachts wat hij doet. We kunnen gewoon even algemeen controleren. Even door het systeem halen. Ja. Ze gaan door het systeem houden, dat mag. Spreek jij me aan? Ik zie dat je volgens mij om de hoek bent. Ja, ik ben er. Ben jij me aan spreken? Ja, ik zet me aan. Ik heb hier geen zicht meer. Ik ga nu ook richting de auto. Ik ga hem even aanspreken, jongen. Ja, ze gaan me aanspreken. Kijk. Goedendag, meneer. Hoi. Hallo. Zal ik ook een kruisje? Ja? Heb ik wat gedaan? Nou, niet per se. Ik wil u even controleren als dat komt. Waarom? Ja, even voor de zekerheid, even een algemene controle. Ik doe toch niks? Ik loop hier alleen een beetje rond en een beetje te kijken. Ja, klopt. Gaan we gek maken. We willen gewoon iedereen controleren, zorgen dat er geen rare personen tussen lopen. Zo, koninklijk is verkeerd gespeeld. Nou, heb ik geen behoefte aan, dankjewel. Nou, meneer... Je kunt het op een leuke manier doen, dat het zo snel afgehandeld is. Maar waarom? Wat heb ik gedaan, man? Ik loop hier gewoon rond. Ja. Ik ben na 25 jaar weer één dag terug in het scheidland en we beginnen weer. In ieder geval, dit is mijn collega. Nigel, ook van de Koninklijke Marché, mijn leidinggevende. Ja, dat had ik ondertussen al wel gezien, denk ik. Bedankt, generaal. Ik ben een kapitein, maar... Ik had het tegen die andere sheriff hier. Nou, maar wat moet jij? Niks, meneer. Ik kom gewoon even mijn collega assisteren. Oké. Okay. Maar, meneer, bent u gewoon bereid om mee te werken? Ja, maar het slaat nergens op. Ik kom net terug. Ik ben hier 25 jaar niet geweest. Ik ga hier een beetje foto's maken en ik krijg gelijk weer glazen. Wat is dit voor een land, jongen? Ik snap er helemaal niks van. U maakt een foto van het gebouw? Ja. Ja, op zich is dat niet... Heel erg, maar het is ook niet de bedoeling dat hij te veel foto's maakt, aangezien het de Tweede Kamer is. Ja, wat maakt dat nou uit, man? Ja, het is gewoon voor de veiligheid. Ja, wel, of je er nou één maakt of 20? Wat zegt u? Of ik er nou één maak of 20? Ja. Het boeit niet. In ieder geval, ik wilde je gewoon even controleren voor de veiligheid, dus als ik alsjeblieft even uw ID mag zien. Nee, ik heb hier je Japans paspoort, alsjeblieft. Komt ook even Ja, ik zeg net, ik ben net één dag terug. Ik woon er al 25 jaar, ik werk daar. Oké, nee, is goed. Ik ga even controleren, ik kom zo bezig. Je doet maar. Vond je nou tijd mensen lastig? Nee meneer, het is wel een overheidsgebouw, hè. Ja, en? Ja meneer, u maakt ook behoorlijk wat foto's. Ja! En met de tijd van nu, ja, dan veel foto's,
sommige mensen denken, ja, het is leuk. Maar zoals bij ons... Ik ben architect van beroep, hè. Redelijk foto's maken, zodat ik dat daar kan laten zien. Nou, meneer, dat snap ik. Maar voor wij denken, die man die is iets van plan. Oké, maar dat kan je ook anders zeggen. Nee, dat kan, maar mijn collega heeft op deze manier gekozen. Ja, ja. Hé, hey, maar waar hebben jullie die patches op je rug besteld? Want ik zag volgens mij dat het verkeerd geschreven was, of niet? Ja, meneer, iemand heeft misdruk besteld. Ha, daar ben je lekker mee. Sta je ook voor lul, niet? Nee hoor. Nou, valt mee. Kijk eens, meneer, u heeft uw ID terug. Ja? Oké. Okay. Maar, u hoeft geen antwoord te geven op mijn vraag voor verder, maar u gaf net de verklaring dat u foto's was aan het maken van het overheidsgebouw. Ja. Wat is hier precies de reden van? Ik ben architect. Je bent architect. Okay. Yep, van grote bedrijfspanden. Daarom werk ik ook in Tokio. Omdat ik, ja, dat betalen ze veel. Dus 1 in 1 is 2, hè? En hoeveel foto's heeft u ongeveer gemaakt? Oh, dat zou ik niet weten. Slime me dood. Het kunnen er 100 zijn. Lijkt je wel wat je wil doen? Ze mogen me fouilleren. Illegaal. Nee, dat moet. Laten we maar gaan. Ja. Ik ga rennen. Ik heb een actie preventief creëren. Oh, hier hou ik van. Ja, hebben we daar toezicht voor? Ja hoor, zeker. Ja, het is wel rondom rond het gebouw, hè. Ja, voor mij mag het. Meneer, wil je jullie voor zekerheid ook u even fouilleren? Nee. Nee, dit is gewoon een standaard procedure. Ja, ik zeg standaard nee. Niet meewerken dan. Ja, ik vind niet dat jij mee visiteren was aan mijn lijf hoeft te zitten. Maar meneer, wij raken je niet zelf aan. We hebben er al handschoenen voor. Ja, het zijn toch jouw klauwen, ook al zit er wat tussen. Hallo? 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 Ja, ik voel me genegeerd. Ja. Meneer, wij gaan nu sowieso vieren omdat hij anders niet weg mag. Niet weg mag? Nee. Waarom niet? Nou meneer, wij zijn bezig met staande houding en we gaan u daarin fouilleren. Werkt er niet aan mee, gaan we voor je de deur niet aan, dan wordt u aangehouden. Je doet maar. Dus gaat u... Kunnen we u vrijwillig fouilleren of niet? Je doet maar. Zou u dan eventjes uw armen en benen willen spreiden? Nee. Meneer, zou u dan uw armen en... Ja. Tegen fouilleer jij mee? Nou, ik heb mijn andere. Wat je bij je mag hebben, verdoofde middelen, steekwapens. Zie ik eruit als een junk? Graag. Ja, ik zeg het maar. Goed, ik ga jullie op weer. Ik heb mijn iPhone, mijn Samsung, ja. Mijn portemonnee en volgens mij een doosje kauwgom. Ja, ik zie het. Verder ik wil in orde. Nou, mag ik wel weer laten pakken. Nou, vind ik dat aardig van je. Ah, is helemaal verder in orde. Ja? Had idee toch wat teruggegeven? Ja, ik had hier idee wat teruggegeven. Oké. Meneer. Wat? Ik dank je voor uw medewerking. Nou, ik jou niet. Ik wens u een hele fijne dag. Nou, ik hoop dat jij tegen een boom aan rijdt. Doei! Dank u wel, meneer. Tot ziens. Geen idee wat ze doen als ik wegren, dat zal wel. Dan moet zo'n rentje er nou weer vandoor dan. Omdat ik sportief ben. Kijk, gaat ze achter me aan of niet? Ik ren voor mijn leven. Rennen, ready! Ik stel hier een auto, ik weet niet of ze wat doen. Kleine achtervolging. Kijken of ze het door hebben. Nee.
Komt de politie achter me aan of niet? Komt er politie achter me aan? We kunnen het wel even fixen, we gaan gewoon weer terug. Hallo. Kijk, ze zien me, hopelijk. Ik pies hem zo echt in één keer. Kijk, dat mag niet. Er zit iemand achter mij of boven mij? In ieder geval... gaan racen. Gaan in ieder geval vandoor. Kijk. We willen de aandacht. We gaan dus melding code 4 nu. Wat jij wil? Ja, ik heb je namelijk niet meer in het zicht. Dan moet je achter me aan rijden. Hey, doe niet geen licht aan. Bijna omhoog. Opteken staat aan. Adios, ga er vandoor. Oh, persoon gaat er langs door rood, door dubbele doorgetrokken strepen. Puntstuk bij. Sam, graag snel deze kant op. Ik ben via een zonnetje rijden. Dus met hoor, achtervolging. Hij is zit nu achter me aan. Gaan ze een partij beukjes geven. Die negeren stopteken. Ja, die zie je. Remmen. Die ruiken helemaal niet zo hard, zie je. Ze kunnen me zo wel bijhouden, denk ik. Ik weet niet. Ik heb eerder ik heb de anderen niet gezien eigenlijk. Ik weet niet waar ze zijn. Of de politie bij komt. Precies. We gaan denk ik zo proberen in te halen en in te boksen. Ik weet eigenlijk niet wat ze gaan doen. Kom als jij er voor probeert te komen. Ja. Kijk, ik rij helemaal niet te hard, dus we moeten hem gewoon proberen klem te rijden. Dan kunnen ze me aanhouden, weet ik veel wat ze willen doen. We gaan wel even hier zo links kijken. Wat zit hier? Hier kan je er ook doorheen. Do not enter, dat maakt zelf wel uit. Van parkeergarage. Ja, kun je graag tegen het verkeer in. Kijk, let op. Ik ga weer weg. Ze moeten samenwerken, ze moeten de politie bijvragen. Ik weet niet waarom ze geen politie erbij vragen. Die gaan we zoeken dan. Wacht even dat je achter me gaat. Gaan we wel rennen. Als we daar. Als we morgen goed. Nou, ze gaan rennen. Kijk, want hij rijdt gewoon achter me aan, dus dat gaan we niet doen. Ik klim overal overheen. Staan blijven. Opzaten. Ik ga blijven. Ik ga alleen maar rennen weg met z'n. Als hij me één klap geeft, dan ben ik de lul. Ah ja, nu nee, heeft hij me. Grond jij. Op de grond. Nou, heeft hij me. Chapeau. Bedankt. Ja. Moest dat nou? Ja, meneer, moet u maar het stopteken reageren. Oké, okay, ja, moet je. Nou joh. Ja. Klootzakken. Hier met aangehouden wegens het negeren van een stopteken. Je hebt recht om te zwijgen recht op een raadsman. De raadsman niet betalen met zijn toegewezen door het Openbaar Ministerie. Tevens hoef je niet antwoord te geven op mijn vraag. Is dat begrepen? Ja hoor. Meelopen. Nou, dat was wel hartstikke bedankt voor het kijken. In ieder geval, vond je het een leuk filmpje? Even blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor op social media. Je kan me vinden op Instagram, Twitter, Facebook, overal. In ieder geval, zoek me op de naam Pre-Air Gaming. Dankjewel voor het kijken en tot morgen weer een nieuwe video.